ontnoot hier Den Haag de controle over de subsidiepot van 600 miljoen voor het waardgebied. Met geld, een compensatie voor de gaswinning in het noorden, kon het waardfonds stimuleringsprojecten realiseren, zoals de oversteerde vaarroute in Noord-Friesland. Maar Den Haag hoeft van de maatregel af. Juist wie de financiële oerdracht in het noorden. Nevens de algemene rekenkamer had het waardfonds net goed functioneerd. Ja, het zit al jaar in de vertraging. De projecten die ze inzien, die rennen uit. Man, Jern. Nou, dat is dan echt net goed. Dat ben ik net goede plan geweest, mag je dat maar denken. Dat, en ik denk dat de minister zei dat, nou, ik wil niet meer haar, let het zelf maar uit, zie je daar in het noorden, want dat wordt neer. En als je dan sjoggen naar de projecten die wol teruggeven binnen, dan is dat bijvoorbeeld 26 miljoen voor het noordelijke Elfstedenvaarroute. Dan zei ze, joh, ja, ik weet net correct of het warmvoers daarvoor bedoeld is. Ja, nou ja, als jou maar je uitlezen kennen dat het alles te krijgen had met de warm, dan wou ik dat graag, joh, maar ik kan het net bedenken. Tenij met de noordelijke rekenkamer erop tasjen dat het geld uit het fonds goed bestegen wordt. Die had lykwijls twijfels of het waardfonds op zijn taak berekenen is. Wij hebben een brief gestuurd samen met een Randstedelijke Rekenkamer, waarin we zeggen met een aantal aanbevelingen, ga snel aan de slag. En zorg ook dat die vertragingen die er nu zijn niet meer voorkomen. En we hebben ook gezegd, een aanbeveling gedaan om daarbij een sanctie in de verordening op te nemen, de subsidieverordening. Als projecten niet snel worden uitgevoerd zoals is beloofd, dan moet er een sanctie volgen. Debutière Skokker is krokken van de kritiek, maar vindt een onderzoek nog te betiet. Soms zijn er hele prachtige projecten. Alleen als je er dan indoeken, dan blijkt dat die projecten helemaal nog net klaar zijn om uitvoerd te worden. Dat willen wij voorkomen. Dus wij gaan volle meer aan de vakkant zitten. We maken ik combis, want dat mist me nou ik. Het is soms heel versnipperd. Volle robuustere projecten. En dan beschikken we pas als we ik weten dat het project klaar is om uitvoerd te worden.